Mijn naam is Henk Kuipers. Ik ben lijsttrekker voor de VVD Haarlemmermeer. Op 19 maart aanstaande gaat u stemmen en dan beslist u. Bent u voor meer werkgelegenheid in Haarlemmermeer? Bent u voor meer blauw op straat in Haarlemmermeer? En bent u voor een goede bereikbaarheid, maar bent u tegen hogere lasten? Dan kiest u op 19 maart voor lijst 1, de VVD. VVD Haarlemmermeer voor Haarlemmermeer. Het CDA kiest voor een Haarlemmermeer waarin mensen naar elkaar omzien en waar het goed is om te wonen en te werken. Het CDA heeft het programma om dat te bereiken. Een socialer, schoner, veiliger, groener, duurzamer, ondernemender, bereikbaarder en betaalbaar Haarlemmermeer. Al die punten staan uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma. Het heet Doen wat werkt. Kijk op de website en lees het programma. En vergeet niet, 19 maart stem CDA. Ik ben Denise Abbas. Ik ben de lijsttrekker van D66 Haarlemmermeer. D66 is van een vernieuwing. En in Haarlemmermeer is er heel veel vernieuwd de afgelopen 4 jaar. We zijn een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven en we helpen bedrijven te verduurzamen en daardoor kosten te besparen. Wij helpen kinderen aan een baan. Dat doen wij door het onderwijs af te stemmen op de arbeidsmarkt en de kinderen hun talenten te leren ontdekken. Geef ons uw stem om hiermee door te gaan. Dank u wel. Wilt u ook meebeslissen wat er gebeurt in uw leefomgeving? Uw dorpshuis dagelijks open? Zorg op maat als u het nodig heeft en bij u in de buurt. En de toezichthouders en de wijkagent zichtbaar op straat in uw eigen wijk. En heeft u ook genoeg van die dure prestigeprojecten? Stem dan 19 maart op HAP, uw lokale politieke partij. Kijk ook op ikstemhap.nl. Geef een signaal. Stem lokaal. Ik ben Tom Horn, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. De partij die zorgt dat iedereen in Haarlemmermeer mee kan doen. Zoals we ook de afgelopen periode hebben waargemaakt. Als u wilt dat er voldoende zorg, ondersteuning en werk beschikbaar blijft, stem dan 19 maart op de Partij van de Arbeid. Voor een sterker en socialer Haarlemmermeer, Partij van de Arbeid. Mensen maken zich ongerust over de toekomst. Heb ik straks nog wel een baan? Krijg ik nog wel de goede zorg? Kan ik alles blijven betalen? U heeft nu de kans om te kiezen wat u belangrijk vindt. Kiest u voor GroenLinks, dan kiest u voor betaalbare zorg voor iedereen. Zonnepanelen op elk dak. Voorrang voor de fiets. Banen in plaats van bezuinigingen. GroenLinks maakt het waar in Haarlemmermeer. Stem 19 maart GroenLinks. Het gaat ons om de mensen, niet om de cijfers. Ik ben Paul Meijer, lijsttrekker voor Fortsa Haarlemmermeer. Dankzij Fortsa mogen de winkels open op zondag, zijn de subsidies openbaar en is er permanente aandacht voor veiligheid. Dit VVD-college heeft de lokale lasten verhoogd en veel geld uitgegeven aan megalomane projecten. Uw geld. Geen windturbines, goede zorg, tegen verdere islamisering en voor burgerinspraak. Daar staan wij voor. 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Stem daarom op Fortsa. Ik reken op u. At your service. Wij zijn er weer klaar voor. U ook? De ChristenUnie SGP Haarlemmermeer heeft het met Gods hulp al vele perioden laten zien. Betrouwbaarheid, duidelijkheid, volharding. Opkomen voor hen die het moeilijk hebben in de samenleving. Stabiel beleid dat goed is voor onze burgers. Aandacht en inzet voor de zwakkeren. Kortom, als u kiest voor een dienende, betrokken politiek, dan kiest u op 19 maart opnieuw voor ChristenUnie SGP. Op ons kunt u rekenen. 4 jaar geleden beloofde ik fraude en corruptie aan te pakken. Die belofte heb ik waargemaakt. Ook de misstanden in grondtransacties pakken wij aan. VVD'er Hoijmeijers kreeg 3 jaar gevangenisstraf voor het plegen van fraude en corruptie. Maar deed hij dat alleen of waren onze bestuurders en ambtenaren daar ook bij betrokken?
Lees het schokkende verhaal over de fraude en corruptie op de locatie De Lieden. Wilt u meer over ons weten? Bekijk onze site www.srh.nu. Stem SRH. De Christendemocratische Volkspartij is een lokale partij die zich inzet voor u. Als partij voor iedereen, ook voor gezinnen, vindt de CDVP dat kinderen moeten opgroeien in een veilige omgeving. Als partij voor iedereen, ook voor ouderen, zal de CDVP steun bieden aan deze groep. Als partij voor iedereen, ook voor ondernemers, vindt de CDVP dat wet en regelgeving niet moet tegenwerken. Stem daarom op 19 maart op uw lokale partij, de CDVP. Ik ben Hans Spijker, lijsttrekker van Eén Halen Me Meer. We hebben een goede lijst van 9 kandidaten voor u kunnen samenstellen. Eén Halen Me Meer heeft 4 speerpunten. Participatie, de gemeente moet beter luisteren naar de mening en oplossingen van inwoners. Zorg, die moet goed, bereikbaar en betaalbaar blijven. 55-plussers, wij doen meer om hen niet langs de kant te laten staan. Ondernemers, geen lastenverzwaring, want zij zijn de pijlers van de economie. Kies daarom Eén Halen Me Meer. Op woensdag 19 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Alle kiesgerechtigden in Haarlemmermeer kunnen meedoen. Zij krijgen vooraf een stempas thuisgestuurd. Met die stempas en een geldig legitimatiebewijs kunt u gaan stemmen. Als u op 5 maart nog geen stempas in huis heeft, gaat u dan even langs bij de gemeente. Door uw stemmen uit te brengen, geeft u aan door welke politieke partij u vertegenwoordigd wil worden in de gemeente. Het stemmen gaat als volgt. In uw wijk staan verschillende stembureaus. Met uw stempas en uw identiteitsbewijs gaat u naar het stembureau dat op uw stempas staat. Maar u mag ook naar een ander stembureau. U geeft uw stempas met identiteitsbewijs af aan een stembureau-medewerker. Uw identiteitsbewijs en stempas worden gecontroleerd. Stemmen doet u alleen. Het is niet toegestaan om met meerdere personen in een stemhokje te staan tijdens het stemmen. Op het stembiljet staan alle lokale politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen naast elkaar. Per politieke partij staan de kandidaten op wie u kunt stemmen onder elkaar. U brengt uw stem uit door het hokje van de kandidaten uw keuze rood in te kleuren. U mag maar één hokje inkleuren, anders is uw stem niet geldig. Wanneer u het hokje heeft ingekleurd, vouwt u het stembiljet op en deponeert u het biljet in de daarvoor bestemde stembus. Zo simpel is het. Op woensdag 19 maart aanstaande kunt u in heel Haarlemmermeer van 7:30 's morgens tot 9:00 's avonds stemmen. Iedere stem telt, ook die van u. 19 maart. Het is de stem.